Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer is bezig met plannen om uitgegeven terreinen, welke nog niet tot ontwikkeling zijn gebracht, aan te pakken. Minister Dinota Forswijk merkt op dat er eigenlijk een samenwerking zou moeten zijn met andere ministeries om dit probleem op te lossen. Eigenlijk, net als wat je aan hebt gegeven, is deze situatie al tientallen jaren zo. Eigenlijk, het ministerie van GBB is belast om de gronden uit te geven. Maar het verdere ontwikkelen van de gronden is eigenlijk in handen van alle andere ministeries. Dan komt bijvoorbeeld het aanleggen van de wegen, OW dan eigenlijk belast moet worden daarmee. Maar OW zegt dat hij geen middelen heeft om de plekken dan verder voor ons te ontwikkelen. Dus en wanneer OW dan heeft ontwikkeld, de wegen aangelegd, dan zou dan NH moeten inkomen voor de nutsvoorzieningen. Dus eigenlijk is het geen beleidsgebied van GBB om de gebieden te ontwikkelen. Eigenlijk moest er een samenwerking zijn tussen de verschillende ministeries om eindelijk de projecten die de staat uitgeeft, want het is niet alleen GBB, het is de staat die uitgeeft, om ze eindelijk tot ontwikkeling te brengen. De bewindsvrouw zegt verder dat het ministerie nu uitkijkt naar ondernemers die de kavels willen ontdoen van bos. Dit is de belangrijkste stap om de gebieden in cultuur te kunnen brengen. Het is al jaren zo dat vele lappen grond welke zijn uitgegeven bebost zijn. De meeste mensen geven aan als de plek open is gestoten, ben ik bereid om zelf verder te investeren. Dus het ministerie van GBB is bezig te kijken naar partners die eigenlijk open willen stoten voor ons. En dan kijken we vanuit GBB, want we hebben geen geld om te betalen. Dan gaan we ze dan compenseren, misschien met een ander stuk land ergens anders. Dus met die samenwerking zijn we bezig. Nu hebben we al vele gesprekken gevoerd met 3 ondernemers die nu gaan kijken om te berekenen voor ons bijvoorbeeld 100 hectare om het voor jou te ontwikkelen. Hoeveel moet je me compenseren? Dus daarmee zijn we bezig. Dus we zitten niet te wachten op de andere ministerie alleen. Maar wat wij van het GBB kunnen doen, doen we wel. Maar wanneer het straks dan weer gaat komen op dat van de nutvoorzieningen, dan moeten we wel wachten op NH. Maar dat van openstoten en misschien de hoofdwegen dan beleggen, gaan we vanuit GBB wel proberen te organiseren. Forswijk merkt op dat er geen percelen zijn ingetrokken, in tegenstelling tot wat er in de Nationale Assemblee is verklaard. Het proces om grond in te trekken is niet zo makkelijk als wordt gedacht. Dus heeft zij geen enkel perceel ingetrokken om aan derden te geven.